volle bloemenhulde van onze kinderen zijn we begonnen met de feestelijke viering van Sint Anneke. En we willen hierbij bijeen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Door velen tot de Heilige Anna, de moeder van Maria en de oma van Jezus, gebeden voor een goede relatie. Elk manneke een Anneke en elk Anneke een manneke. Eeuwenoude woorden uit de Bijbel, woorden die ook gelezen zijn door de Heilige Anna, door de Heilige Maria en door Jezus Christus zelf, vertellen ons: het is niet goed dat de mens alleen blijft. Daarom geeft onze liefdevolle God in het scheppingsverhaal aan de mens een andere mens. Hem tegenover staat er letterlijk in dat oerverhaal.